Goedenavond iedereen, welkom op de persvoorstelling van Mrs. Universe 2016. Naast mij staat finaliste Els. Goedenavond Els. Goedenavond. Wat vind je tot nu toe van de persvoorstelling? Verloopt die goed voor jou? Ik vind dat het vrij goed verlopen is. Iedereen kwam goed uit zijn woorden, de locatie is heel mooi en de afterparty kan beginnen. Tot nu toe verloopt alles goed. Ah, voilà, dat horen we graag natuurlijk. Je hebt ook verteld tijdens de voorstelling dat je al mee hebt gedaan aan Mrs. Glamour. Verwacht je nu een beetje hetzelfde of toch niet? Ja, ik heb 4 jaar Mrs. Glamour Limburg en Mrs. Glamour International gewonnen, want toen was de verkiezing nog iets groter. Nu doe ik terug mee aan Mrs. Universe. Dezelfde organisator, Ronnie Wolffs, heeft me kunnen overhalen. Ik hoop natuurlijk dat ik deze keer ook terug goed score. Ik ga alvast mijn best doen. Er zijn een aantal sterke kandidaten voor. Dus ik ben blij dat ik concurrentie heb. De reden waarom ik meedoe is omdat het dit jaar de Mrs. Universe gaat iets verder. Dus de winnares heeft de mogelijkheid om naar een ander land te gaan. En die ervaring zou ik heel graag hebben. Ja. En hoe ga jij je voorbereiden op de finale? Gewoon zoals altijd. Gewoon ervoor gaan. Ja, er helemaal voor gaan. Gewoon, hè. Ja. Ja. En hoe kunnen de kijkers thuis jou steunen? Dus aan het sms-gedeelte is deze keer ook een goed doel gekoppeld. Vind ik heel tof. Want bij Mrs. Glamour kostte de sms'jes 3 euro en dat had geen goed doel aan vast. En nu kost het 1 euro en het gaat 100% naar Komok. Om ouders ouders die kinderen met kanker hebben te steunen. En dat vind ik heel tof. Dus de mensen thuis kunnen alvast steunen door op mij te stemmen. Universe, spazietje 09 naar 6016. Dankjewel, u heeft het thuis gehoord. Wilt u haar steunen, dan stuurt de Universe Passie 09 naar 6016. Dankjewel.